allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mocht je mij niet kennen, dat zou zomaar kunnen, want misschien klikken er andere mensen dan mijn normale kijkers op deze titel. Ik ben Karien van Blondie Beauty Fashion en ik vlog wekelijks, maar ik neem jullie nu ook mee in mijn, hele operatie van mijn rectusdiastase en het herstel en alles. Mocht je de eerste video niet hebben gezien, daarin vertel ik wat er gaat gebeuren, waarom het gaat gebeuren en laat ik ook zien hoe mijn buik eruit zag. En nu ga ik je meenemen in eigenlijk het proces van zeg maar de operatie tot nu, 2 weken na de operatie. En zo ga ik jullie steeds meenemen. Ik heb dit eerste stuk, zeg maar deze afgelopen 2 weken, heb ik een beetje een soort vlogvorm heb ik jullie meegenomen. Dus dat gaan jullie zo meteen zien. En dan kom ik aan het eind nog eventjes terug met de belangrijkste dingen van de afgelopen tijd die ik misschien nog niet voldoende heb verteld. Of die ik nog even extra wil onderstrepen of die ik misschien helemaal niet heb gezegd. Dus dat zo meteen. Dus eerst ga ik jullie meenemen een beetje à la mijn vlogs met het proces van de operatie aan mijn rectusdiastase. Dus het aan elkaar maken van mijn buikspieren. Daar gaan we nu naar kijken. Nu zijn we onderweg naar het ziekenhuis. Ik word om 1 uur geopereerd, dus nu 11 uur. Ik moet er om 11:30 zijn. En ik poep mijn broek. Dat kunnen we er ook meteen bij zeggen. Ik ben heel zenuwachtig. Emotioneel. Ik heb niet geslapen vannacht. Daarom zie ik er zo goed uit. Het is even afzien. Maar we weten waar we het voor doen. Daar probeer ik mezelf aan vast te houden. Maar it's a tough one. Dus ik neem jullie mee. Ik ben alweer even uit de operatie. En ik was heel gespannen vooraf. Maar nu... die pukkel op mijn hoofd, jongens. Maar nu, ik blijf alleen op een kamer te liggen. Super fijn. Zwem nog bij me blijven zolang als ik wil. Super fijn. Dus dat helpt me heel erg. Dus daardoor ben ik nu al vrij ontspannen. En ik hoop dat ik straks gewoon een beetje lekker kan slapen. Deze kelp weer een beetje kan opkalifaten. Net voor het eerst geplast. Dat was wel even pijnlijk. Is het plassen niet, maar de weg er naartoe. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. En morgen laat ik jullie even zien wat voor pak ik aan heb. Maar daar zit dus een gat in om te plassen. En als ik lig, heb ik wel pijn. Maar dan is het gewoon te overzien. Maar het voelt wel echt overreden erom dus. Kleine update. Dit is de dag na de operatie. Ik ga de video zelf nog wat meer vertellen over de operatie. Maar ik sta dus nu een beetje gekromd. Dat hoeft niet per se. Dat moet wel als je zeg maar ook vet en vel weg gaat halen. Maar ik hoef dat niet per se. Alleen ja, ik kan gewoon niet rechtop staan nog. En hieronder heb ik dus een pak aan van mijn knie tot hier. Er zitten ook nog hengsels, maar ja, die doe ik niet om. En er zit dus een gat hier. Ja, dat zie je nu niet, want ik heb er nu een andere broek overheen om te plassen. Maar goed. En ik heb het al even gezien. En het ziet er toch uit als een warzone. Het is de volgende dag. Ik dacht, laat even zien. Dit is hoe ik nu. Ja, ik doe er dus een onderbroek overheen. Want anders heb je zo'n stom gat erin zitten. En hier heb ik nog banden aan hangen. Die kan je dus zeg maar nog zo omdoen. Maar het zit echt totaal niet lekker. En eigenlijk wat het meest irriteert is de rand, zeg maar hier. Dit irriteert me. Ik sta zoals je kunt zien al wel rechterop. Maar goed, dit is mijn lookie van vandaag. Ik heb best oké geslapen vannacht. Daar ben ik heel blij om. Veel beter dan in het ziekenhuis. En nu is het gewoon rustig. Korte update. Het is vandaag dag 3 na de operatie. Ik zit, ik sta. Ik wissel het allemaal af. Staan uiteraard niet te lang. Maar probeer wel gewoon regelmatig rondjes te lopen. Het meest van de tijd zit ik. En af en toe lig ik. Ik slaap op mijn zij nu. De eerste 2 dagen kon dat niet. Maar nu kan dat wel. En dat vind ik eigenlijk wel heel fijn.
Dus ja, gaat eigenlijk best oké. Okay. Vanmorgen even pakken uitgehaald, dat was niet zo'n succes. Toen ging ik bijna van mijn graad. Maar overal kan ik nog niet, ja, valt het mee of valt het tegen? Dat vind ik nog lastig te zeggen. Het was wel grappig, want ik had dus even mijn broek uit. Dus zei ze, wauw, je ziet echt weer gewoon helemaal een taille. Maar ik had natuurlijk geen taille meer, omdat mijn buikspieren niet meer op de goede plek stonden. Dus dat is alweer een pure winst. En verder had ik verwacht nog minder te kunnen. Dus in die zin valt het mee. Maar het is echt wel een hele zware ingreep. Ik voel me echt wel hit by a truck plus plus. Ja, dus ik kan nog niet... het valt enerzijds mee, anderzijds tegen. Maar dus overal genomen is het redelijk volgens verwachting. Ik drink vooral water met een rietje. En ik heb vooral zin in hartig, weinig in zoet, merk ik. Dus ik denk al, ja, ik ben dan gewoon overal gewoon nog een beetje misselijk. Maar dat komt volgens mij door de pijnstilling. Maar goed, gaat allemaal oké. Okay. Er komt een hittegolf aan. Ik weet niet hoe ik dat ervaar, maar dat gaan we vanzelf zien. Morgen ga ik proberen te douchen, dus dat zal ik jullie ook nog even vertellen. Het is dag, even kijken, donderdag, zaterdag, donderdag, maandag, dag 5 van het herstel. Of eigenlijk dag 5, de vijfde dag na de operatie. En het gaat een beetje af en aan. Ik heb vannacht heel veel pijn gehad, waarschijnlijk omdat ik gisteren veel gedaan heb. Vandaag heb ik voor het eerst gedoucht. Heel fijn. Ik moet zeggen dat ik het zelf wel een beetje spannend vind om naar buiten te kijken. Ik vind het nu ook nog iets te vroeg om het aan jullie te laten zien. Maar goed, dat ga ik zeker nog doen. Maar ik vind het zelf best wel spannend om daar naar te kijken. En ik vond het ook spannend om zeg maar het pak uit te doen om te gaan douchen. Maar ik heb het gedaan. En het ging goed. Ik heb mijn haar gewassen. Dat heb ik los daarvan gedaan. Want ik dacht anders dan wordt het zeg maar dat ik te lang moet staan onder die douche. We hebben ook het pak gewassen. Heel fijn. Dus ja, ik voel me schoon. Ik heb een klein beetje make-up op voor het Land der Levenden. En ik heb net, letterlijk misschien 5 minuten ben ik buiten geweest. Het is nu een hittegolf. Ik ben heel eventjes naar het eerste beste bankje gelopen. Heb ik daar heel even gezeten met Sven en ben ik weer teruggelopen. Gewoon voor een beetje het gevoel van, joh, hoe gaat dat nu? Ik weet niet of ik net scherp was. Sorry daarvoor. Maar goed, ja, dus dat was wel goed. Verder, ja, het is loeiheet in dit pak, dus dat moet je ook niet te lang willen. En zo'n bankje zit natuurlijk niet comfortabel. Maar het was goed om het even te doen. Omdat ik vannacht zoveel pijn had, heb ik dus gewoon gisteren met de kids denk ik te veel gedaan. Dus ik ga nu echt weer rustig aan doen. We hebben ook afgesproken dat ik wat meer op de slaapkamer ga zijn als de kinderen er zijn. Ook dan is het ook maar een beetje duidelijk. Dus ja, rustig aan, maar so far so good. Ik wilde één hele belangrijke tip geven. Voor iedereen die deze operatie gaat doen, denk heel erg goed na of je of het voor jou dan ergens binnen afzienbare termijn de tijd van de maand is. Toen ik hoorde dat ik geopereerd werd, moest ik bijna ongesteld worden. Toen dacht ik, wacht eventjes, kan dat wel? Toen heb ik overlegd met de arts, want ik had geen anticonceptie. En die zei, ja, dat is eigenlijk niet zo fijn. Je kan je voorstellen, dit pak heb je aan. Dus je kan sowieso nauwelijks wegen. Sowieso de eerste week kan je gewoon niet zoveel. Er is wel een gat in. Maar ja, het is echt, het zou mega onpraktisch zijn. Dus, maar de pil heeft ook risico's. Nou heb ik heel lang de pil gehad. Dus, maar er zijn natuurlijk ook andere opties. Alleen in de tijd dat ik, zeg maar, ik had eigenlijk een maand zeg maar, ertussen zitten. Dus ik kon niet meer heel veel anders dan de pil. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de prikpil of het spiraaltje of dat soort dingen. Als je wat meer tijd hebt, zou je dat kunnen overwegen. Wij zijn uiteindelijk voor de pil gegaan. Dat heeft een verhoogd risico op trombose. Maar omdat ik hem dus heel lang gebruik, dat in veel zwaardere vorm, zei de arts van, ik denk dat dat risico ten opzichte van het risico wat je loopt als je dus ongesteld bent. En je moet dus, nou ja, je hebt veel pijn, je moet onvassen, maar je moet lastige bewegingen maken. Hij zegt, ik denk eigenlijk dat dat risico groter is, dat je dan daar zeg maar iets mee fout doet, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben aan de pil gegaan, puur en alleen voor dit stuk. Dus ik wil niet meer aan de pil, maar ik ben er dus nu wel aan en ik ben zo blij, want ik had dit echt zo niet willen doen als ik ongesteld was. Dus dit is echt een tip, denk even na als je aan die operatie gaat beginnen, wanneer zou je ongesteld moeten worden. Kijk, na een week of twee of zo is het allemaal, denk ik, allemaal wel makkelijker, maar ik zou het echt precies
een paar dagen na de operatie worden. Ja, dat moet je gewoon echt niet willen. Dus denk daar even over na en overleg dan even met de arts wat goede opties zijn voor jou. Hele belangrijke tip. Nou, zoals je hebt kunnen zien, waren de afgelopen 2 weken, ik vond het goed te doen. Natuurlijk veel ongemakken, ook echt wel pijn. Maar voor mij persoonlijk, maar dat had ik ook al, zoals ik ook in de eerste video al aangaf, al een beetje van mezelf verwacht. Dat ik vooral heel erg opzag tegen de operatie. En als dat achter de rug was, dan kon gewoon het herstel beginnen en pijn kan ik handelen. Dus ja, ik heb denk ik een vrij hoge pijngrens. Ik ben vanaf vandaag helemaal van de pijnsteers af, dus dat is heel fijn. Ik hoop dat ik dat over 2 dagen nog kan zeggen dat dat zo is, maar ik denk het wel. En waarom ik daar nu mee gestopt ben, is omdat ik dan ook, als je trouwens af en toe iets hoort op de achtergrond, Mittens is bezig met een vlieg te vangen. En dat kan je horen, maar ze wilde per se in de kamer blijven, anders gaat ze voor de deur staan. Miauw werkt ook niet. Dus bear with me, Mittens is mijn kat, mocht iemand denken, wie is Mittens? Maar ja, goed, dus ik zag het meestal tegen de operatie en het herstel. Ja, ik ben dus nu van de pijnstillers af. En dat heb ik dus vooral gedaan omdat je dan beter kan voelen of iets kan of niet. Ik mag nu langzaam een beetje gaan proberen iets meer te tillen. Niet mijn kind, maar wel iets zwaarder dan een bak yoghurt, zeg maar. Iets meer te bukken. Hij zegt, ja, het is niet de bedoeling dat je meteen 2 katten bier en 2 boodschappentassen gaat tillen. Het is ook niet de bedoeling dat je meteen het huis gaat dweilen. Maar gewoon een beetje gaan voelen wat je aan kan en wat niet. Ik ben trouwens vandaag bij het ziekenhuis geweest. Dus vandaar dat ik daar nu weer wat over kan zeggen. Dus dat zal zo nog even vertellen hoe die afspraak ook ging. Maar in ieder geval, dus ik had zoiets als ik dan met de pijnstillers gestopt ben, dan kan ik beter aanvoelen wat ik wel en niet aan kan. En wat hij daarbij ook wel als goede tip gaf, en dat moet ik heel erg doen van mezelf, daar ben ik heel slecht in, is rustig aan. Want hij zei, hetzelfde als met als je naar sportschool gaat en je denkt, oh, dit gaat lekker, yes, 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 hop, nog meer gewichten, alles kan, bam, bam, bam. En dan word je de volgende dag wakker en dan heb je me toch een partij spierpijn. Nou, dat moet ik dus niet hebben. Ik moet niet over dat punt heen gaan. Dus beter een dag, een dag langer wachten met iets dan een dag te snel iets doen. Dus dat vond ik wel een goede tip en dat ga ik ook echt heel erg proberen. Ik was dus nu, had ik mijn controleafspraak. Dat is 2 weken na de operatie. Volgens mij is het normaal na een week, maar goed, nu was het 2 weken. Hele populaire dokter, nee. Hele fijne dokter trouwens in het diakonessenhuis in Utrecht, ziekenhuis. Hij zei dat alles er goed uitzag. Ik maakte mijzelf een beetje zorgen, want mijn navel zit niet in het midden van mijn buik. Ik had niet alleen rectiastase, maar ook een navelbreuk. Dus ik heb een nieuwe navel gekregen in het proces. En wat hij zei is, ja, er zit, en dat zie je ook, mijn hele buik. Ik ga het nu nog niet laten zien, want ik denk dat dit misschien nog net even 1 stapje te vroeg is. Maar de volgende keer ga ik zeker laten zien hoe het eruit ziet. Ik denk dat het voor nu, dan moet ik sowieso dat pak uitdoen. Wat best wel lastig is in mijn eentje. Nou, uitdoen is niet zo lastig, maar aandoen is lastig. En ik denk ook dat het misschien nu nog niet zo heel prettig is voor mensen. Niet dat het er vreselijk uitziet, maar laten we gewoon nog eventjes wachten tot de volgende update. Dan laat ik het jullie zeker weten zien. Ik zal ook vertellen hoe het eruit ziet. Maar in ieder geval, hij zei van, je houdt nu nog heel veel vocht vast. En dat gaat nog een paar maanden duren. Dus schrik daar ook niet van. Dat is gewoon zo. Dus mijn buik ziet er nu een beetje, ja, een beetje gezwollen uit, zeg maar. Ik heb wel het idee dat het zakt. Everything is going south, zei ik tegen Sven. Dat zegt Oprah altijd. Ik heb het gevoel dat aan de bovenkant dus wel al minder is. Maar ik heb nu een soort van, ja, een soort hangbuikje. Nee, het hangt niet. Het is gewoon, er zit heel veel vocht rond mijn navel. Maar die navel, ja, je kunt je voorstellen, als het aan de ene kant meer opzet dan aan de andere kant, dan lijkt het optisch alsof die navel, zeg maar, meer. Nou, hij staat voor mijn gevoel een stuk links van het midden. Hij zit alweer meer naar het midden dan een week geleden. Maar is gewoon een beetje gek. Maar hij zei, ik heb hem gewoon, zeg maar, hij zit aan je buikwand vast bij je buikspieren. Dus hij zit in het midden van je buik. Ja, dat gaat, als het goed is, gewoon goed komen. Dus daar houden we ons dan maar aan vast. Ja, hoe ziet mijn buik er verder uit? Ik moet zeggen dat ik het litteken echt 1000 keer beter vond dan ik had verwacht. Het is een smiley bij mij.
En dat komt omdat ik geen overtollig vet en vel had. Dus hij kon niet zeg maar het litteken maken wat ze normaal maken bij een buikwandcorrectie. Dus ik heb een smiley. Zo laag mogelijk in de bikinilijn. Maar ik vermoed dat de buiten, zeg maar de puntjes van de smile, dat die wel boven mijn bikinibroekje uit gaan komen, gok ik. Maar het is een hele mooie dunne lijn. Maar hij zei ja, dat kan ook, want ik moest het gewoon, hij heeft het gewoon opengemaakt en weer dicht gemaakt. Er is geen verschuiving verder geweest. Dat is trouwens middens dus. Dus daar was ik echt aangenaam door verrast. Ik bedoel, het is echt een groot litteken. Ja, hoe groot is het? Het is gewoon mijn hele buik, zeg maar. Mijn hele onderbuik. Dus het is, ja, het loopt. Als je het zeg maar, het loopt zeg maar ook. Ik doe het even wat hoger, maar het loopt zeg maar zo. Alleen al lager. Ik moet zeggen dat ik ook niet veel last heb van het litteken. Ik voel het een beetje aan de uiteinden. Maar eigenlijk, ja, en af en toe heb ik echt jeuk als ellende. Maar dat kan ook door dat broekje komen. Dat pak wat ik aan heb. Dan heb je mijn navel en die is nieuw. En die, ja, die hele buik is gewoon gezwollen. Dus dat is gewoon heel lastig om je voor te stellen dat het ooit mooi gaat worden. Mijn navel, het is een soort van, ik vergelijk het met een papieren zak, zeg maar. Als je een papieren zak hebt en je pakt het bij elkaar en je draait hem een slag. Dat is een beetje de look van mijn navel nu. Ja, dat is nog niet helemaal waar ik naar zocht. Maar dat schijnt allemaal goed te komen. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Dus ik moet zeggen, het litteken viel mij 1000% mee. De rest van de buik vond ik vrij heftig. Maar ik hou goede hoop. Ik heb dus nu nog 24/7 een drukpak aan. En heb ik natuurlijk net ook laten zien. Dat moet ik ook aanhouden nog eventjes. Maar hij zei dat ik het ook af en toe eventjes uit mag. Bijvoorbeeld als ik 's avonds op de bank lig. Nou, en dat lijkt me toch een portie lekker. Want 's avonds echt, het jeukt zo ongelooflijk. Bij alle uiteinden. Dus zeg maar bij het gat beneden. Bij de zijkanten met de ritsen. Hier bij de band. Het jeukt allemaal. Dus ik ben heel blij dat ik dat af en toe even uit mag doen. Verder gaf hij aan dat ik vanaf volgende week een beetje de boel mag gaan masseren zachtjes. Het voelt nu heel erg nam, de huid. Ik heb het gevoel dat het gevoel iets meer terugkomt. Maar het voelt een beetje als een slapend been. Dat is denk ik de beste manier waarop ik het kan omschrijven. Als ik er niet aankom, voel ik niks. Maar met een slapend been ook, als je eenmaal gaat staan, dan denk je, oh, wacht eventjes. En dat zo'n soort tintelend gevoel, dat heb ik als ik mijn buik aanraak. Dat zijn eigenlijk denk ik de dingen die ik nog niet echt in de video heb gezegd. Overal gezien vind ik de afgelopen 2 weken meevallen. Ik had me echt voorbereid op het ergste en dacht ik kan het alleen maar meevallen. Ik heb ook wel video's gekeken voor zover ze er zijn van mensen die het hebben gehad. En die waren wel aan het klagen. Maar dat kan ook zijn omdat ik heb echt wel een andere operatie gehad dan een normale buikwandcorrectie. Dus misschien ligt het daaraan. Maar ja, ik heb echt wel pijn gehad. Don't get me wrong. Maar het was gewoon te doen als ik maar mijn rust hield. Niezen, de hel. Echt de hel. Lachen gaat beter nu. Ik heb ook moeten overgeven. Dat was ook echt verschrikkelijk. Wanneer was het? 3 dagen geleden of zo. Oh my god, nou dat is echt, dat wil je gewoon niet, dat doet zo'n pijn. Als ik nies heb ik echt een uur lang een brandend gevoel. Nou dat is absurd. Maar ik moet zeggen, lachen gaat wel iets beter, hoesten gaat wel iets beter. Het is allemaal niet fijn, maar dat is allemaal. Dus ik vind vooral dat je heel erg vooruitgang merkt. En dat vind ik heel fijn. En zoals je ziet zit ik nu gewoon rechtop. Ik heb eigenlijk tot, ik denk 2 dagen geleden, krom gelopen. Maar wel steeds minder krom. Maar ik merk, zeg maar, gedurende, het is nu nog ochtend. Maar ik merk dat ik gedurende de dag steeds krommer ga lopen. Ochtend, het is net lunchtijd. Dus dat ik gedurende de dag steeds krommer ga lopen. En de chirurg, die zei ook, ja, dat klopt wel. Want op een gegeven moment houden die spieren gewoon een beetje op. Wat ik nog een hele goede tip vond. En wat ik ook nog even wil meegeven, is wat de chirurg zei. Want ik zei, want ik mag zeg maar met 6 weken mag ik weer een beetje rustig aan de spieren gaan trainen. En wat hij zei,
Ik vroeg, is het dan een beetje zoals met de zwangerschap, hè? Dat je moet beginnen met de zijkant en dat je dan langzaam weer... Hij zei, nee, juist niet de zijkant. Want wat er gebeurt als je zijkant traint, dan gaat het zeg maar zo. En dat wil je nu niet, want je wil niet dat er een kracht zeg maar die kant op komt. Je wil juist die rechte spieren trainen. Dus ik moet nu juist de rechte buikspieren. Dus ik was heel blij dat ik dat gevraagd had. Misschien dat ik dat ook zelfs wel met mijn fysio ga doen, omdat ik natuurlijk echt, nou ja, zeg maar 5 jaar die spieren niet heb gebruikt op de juiste manier. En ze juist heel erg heb moeten vermijden. Dus misschien gewoon even voor het begin dat ik wel weer even met haar ga kijken van hoe kunnen we dat dan het beste ook opbouwen. Maar dat vond ik echt een hele belangrijke die ik nog nooit had gehoord. Maar echt eerst die rechte spieren trainen. Toen dacht ik, oké, dit sla ik op. Ik zit even te denken wat hij verder nog aangaf. Okay, dus na 3 weken mag je dus een beetje dat litteken en zo gaan masseren. Hij zegt gewoon met een wat jij fijn vindt ruiken of smeren. Het maakt niet uit, Nivea babyolie boeit niet. Wat ik nog als tip kreeg van iemand is vitamine E. Maar dan echt pure vitamine E capsules. En die gewoon open prikken zeg maar en dan het er overheen smeren. Maar dat moet volgens mij nog weer wat later. Littekenpleisters zei hij dat... eigenlijk meer is bij echt bollere littekens en zo. Dat waarschijnlijk bij mij niet nodig is. Dus zo heb ik wel wat tips gekregen. Ik zit even te denken wat hij nog meer aangaf. Wat ik dacht dat is wel goed om voor de wereld to know. Over 4 weken mag ik dus langzaam weer een beetje gaan sporten. En hij zei ook, en dat is denk ik ook wel goed. Ieder herstel is anders. Elk lichaam is anders. Ieder mens is anders. Ik weet van mezelf dat ik vaak te snel te veel doe. Dus ik moet mezelf heel erg afremmen. Ik merk dat ik heel snel zeg, oh, doe ik ook nog even dat en doe ik ook nog even dat. Nou, daar ben ik een paar keer door afgestraft, zeker in de eerste week. Dat ik echt heel veel pijn had 's nachts. Dus dat probeer ik nu niet meer te doen. En dat zal de komende tijd gewoon echt nog wel een uitdaging voor mij blijven. Als ik denk, dit gaat, dan gaat het... Dan wacht ik nog een dag, zeg maar. Dus dat ga ik nu proberen. En wat ik zei dus over rechtop zitten. Dat hou ik langer vol dan eerst. Maar ik kan nog niet een hele dag rechtop zitten. Dus ik moet het echt nog wel afwisselen met liggen. Ik probeer nu wel steeds weer iets meer rechtop te zitten. Maar dat is gewoon nog wel vermoeiend. Al met al vind ik het dus... Ja, het is super heftig. Het is echt een zware operatie. Je moet het niet onderschatten. En het is voor iedereen anders. Maar voor mij persoonlijk ben ik gewoon heel blij dat de operatie achter de rug, dat het goed is gegaan. Ze zitten bij elkaar. En vanaf hier is het voor mij gewoon opbouwen. Want hiervoor had ik ook pijn. Dus voor mij is het nu een soort van, dit is zeg maar pijn naar een goed herstel toe. En dat andere was pijn wat gewoon niet meer over zou gaan. En waar ik gewoon mee moest dealen. Dus... Voor mij is dit echt, weet je, al moet ik nog 6 weken liggen, I don't care als ik daarna gewoon weer mijn ding kan doen. En dat kan. Sven heeft ook nog gevraagd, is het daarna weer gewoon zoals normaal? En na een jaar is het gewoon zoals mijn buikspieren vroeger ook waren. Nou ja, dat is natuurlijk heel fijn. Dus dat was het voor nu. Ik hoop dat jullie het interessant vonden, informatief. Mocht je vragen hebben, laat het vooral weten. Ik beantwoord ze met alle liefde. Als je het over de DM wil doen op Instagram, kan dat ook. Dat is @karine. Nee, @blondebeautyfashion. Ooit veranderd. Ik zet hem wel even hieronder neer. Dan kan je het ook doen als je niet wil dat iedereen het hoort. Want dan merk ik vaak dat mensen daar behoefte aan hebben. En ik ga jullie zo eens in zoveel tijd bijpraten. Wat ik zei, volgende keer ga ik dus ook mijn buik laten zien. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Mocht je dit ook gaan doen, heel veel sterkte. Het komt vast allemaal goed. En hang in there. En ja, weet je, pak je rust. Dus ik hoop dat jullie het fijn vonden, deze video. En ik zie jullie heel graag heel snel bij een nieuwe vlog op de zondag. Of weer bij een video zoals deze. Dankjewel. Doeg!